Ik ben Diederik Kraaienveld, ik ben 45 jaar en wat ik doe is eigenlijk te omschrijven als fotorealistisch schilderen met origineel gekleurd sloophout. Dat is natuurlijk een mond vol, maar het dekt wel de lading. Wat ik doe, ik verzamel hout in bouwcontainers, in slooppanden, langs verre kusten. En ik zoek vooral naar bijzondere kleuren. En met al die kleuren, al dat hout, stel ik een palet samen. En dan maak ik moderne iconen, portretten, gebruiksvoorwerpen. Eigenlijk alles wat ik zelf interessant en mooi vind. Zoals een schilder zijn palet samenstelt met allerlei kleuren, met zijn tubus verf, zo stel ik eigenlijk mijn palet samen uit mijn enorme verzameling hout. Ik heb buiten mijn werkplaats heb ik twee grote schuren gebouwd en die liggen vol met planken. Sommige zijn eeuwen oud, sommige zijn 10 jaar oud. Ik heb ook moderne plankjes tussen zitten. En als ik aan iets begin, laten we een blikje cola. Als ik met een blikje cola begin, dan ga ik naar mijn verzameling hout en ik stel daar eigenlijk mijn palet samen aan de hand van al die planken, al die kleuren die redelijk op kleur gesorteerd zijn. En ik gebruik meestal een foto als voorbeeld, dat is mijn referentie. En die deel ik eigenlijk in mijn hoofd in lijnen, in vlakken. Een voorwerp bestaat niet uit één kleur, bestaat ook niet uit één lijn. Een voorwerp valt uiteen in stukjes, in verschillende kleuren. En die kleuren die zoek ik bij elkaar en ik bouw langzaam stukje bij stukje, bouw ik mijn icoon, bouw ik stukje bij stukje op. En eigenlijk de laatste anderhalf jaar leg ik mij steeds meer toe op portretten. En ik vind als ik een portret maak, vind ik het heel belangrijk om in dat portret iets te verwerken van de geportretteerde. Zo heb ik al 2 maal een portret van president Obama gemaakt. En in zijn stropdas, hij heeft in beide portretten een blauwe stropdas om, want Obama heeft altijd een das op. Die stropdas heb ik gemaakt van hout dat ik heb gevonden op het strand van Mombasa, Kenia. Dat is van oude vissersboten. En natuurlijk komt zijn vader uit Kenia, dus ik vind het belangrijk om dat element in een portret te verwerken.